Hallo, ik ben Martine Verwij en ik ben de oprichter van Plantenliefde en het bedenken en ontwerpen van de methode Geneeskrachtige Planten in Beeld. Maar als je zelf aan de slag gaat met geneeskrachtige planten, dan onthoud je die plant veel beter. In deze video laat ik je zien hoe je van verse vlierbessen een sap maakt. Hoe oogsten nu dus vlierbessen? Dat doe je eigenlijk op dezelfde manier als vlierbloesem. Omdat dit was eerst natuurlijk een scherm met vlierbloesem. En na de bevruchting worden dat dan bessen. Je ziet ook dat de stengeltjes in de tros zijn roze. Dat is een heel duidelijk kenmerk van de vlier. En wat ik dan doe, ik knip net als bij een vlierbloesemscherm op het punt waar eigenlijk vanaf de tak de tros begint. Je ziet ook dat daar begint ook de roze kleur. En daar knip ik het af. En dan knip je het dan op het punt waar de tros begint. Knip je met een snoeischaar, knip je het af. En dan heb je een mooie tros. Dan heb je een mandje vol met vlierbessen geoogst. Deze moet je nu eerst eventjes wassen. En tijdens het wassen vallen dan de rotte en gedroogde bessen er vanzelf af. Zo, een beetje wassen. Hier zie je ook heel mooi duidelijk die roze stelen. Dan neem je deel van de sappan met de gaatjes neem je dan. En daar doe je dan de gewassen vlierbessen in. Je ziet dat ik gewoon mijn takjes en al doe, omdat in een sappan wordt het eigenlijk gestoomd. En dan later, het vocht komt er dan vanzelf uit. Dan gaat in het onderste deel van de pan gaat water. Zo. Ongeveer tot aan die stippies. Dan zetten we deze pan op het gas. Dan zetten we het andere deel erop. En dan zetten we het deel met de vlierbessen erop. En als laatste het deksel. En dan moet natuurlijk eerst het water koken. En als het water kookt, dan gaat de stoom door die gaatjes. En dan door de stoom laat het sap los uit de vlierbessen. En het sap valt dan in de middelste bak. Dus in de onderste bak zit water. In de middelste bak komt dan het sap. En in de bovenste bak zitten de vlierbessen. Dan moet natuurlijk water in ons van moet koken. En dat zie je als je aan het randje een beetje bobbeltjes ziet. Of als je denkt van, nou, nu zal het wel koken. Dan zet je het laag. En dan moet je het zo een uur laten staan. En dan heb je een fles met vlierbessensap. Dit sap kan je dagelijks drinken ter preventie van griep en verkoudheid met koorts. Het is het lekkerste om het dan te vermengen met biologische appelsap. Je kan het ook gebruiken en innemen als je al griep hebt of verkouden bent met koorts. Dan neem je per dag 2 deciliter pure vlierbessensap in. Dat kan je eventueel verdelen over de dag. Dit was de video over vlierbessensap. In deze video heb ik je laten zien hoe je van verse vlierbessen een sap maakt. Wil je nog meer goede en geneeskrachtige recepten? Dat staat in mijn kruidenboek Planten en Gezondheid. Wil je dit kruidenboek hebben? Klik dan op de link onder deze video en krijg toegang tot 100 goede en eenvoudige recepten die jij snel kan maken met weinig ingrediënten. Klik dus nu op de link
om toegang te krijgen tot deze goede en geneeskrachtige recepten. Ik wens je veel plezier met het verwerken van geneeskrachtige planten en tot de volgende praktijkvideo.